dat moet je niet voor een vinger halen, want dat is juist mooi als je drie marges rijdt, elke keer een andere startopstelling. Ja, nou is hij weg hoor. Hij ook in de wilde denk van bekijken, maar ik ben nu weg. Maar kijk, daar is ik nog aan, ik kom daar binnen door bij de grootste vrienden. We zijn er 52 natuurlijk. Daar Gibson, Reizen, daarachter de 555. Tingo Otto uit Kastrop-Rauxel. Maar hier kunnen we nu zoals, ik moet nog zien of ik hem nu bij kan houden. Dus dit is de eerste masker, dik moet achter zich. Dit is heel goed. Ah. Ja, Wilco is nu weg. Kijk eens, deze jongen is weer aan de aarde van gas op de plank. Maar dat maakt niet uit, want het gaat over drie marges. Over drie marges wordt beslist wat de finale plaatsje krijgt. En daar worden de prijzen verdeeld, dus je kan ook achteraan starten en dan kun je ook als eerste eindigen. En we hebben een uitvaller, zie ik, aan de 56. Oh ja, gaat dat goed hoor. En dan plaats 3. Mark Jonsson uit Reizen. Ah, Jocko de Wilde ligt nu van dik vooraan met nummer 54. En achteraan op tweede plaats. Koen Doelsenhuis komt vooraan van Maslo. Dikberg. Nogmaals, weer een aantal weken geleden heeft hij meegedaan in Duitsland. Dat weet ik, de stad van die spalen ver. Ik heb een schaal opgelopen, een plekje wat kneuzingen, maar hij staat hier gelukkig aan de start. Ik zie dat de afwerking is uit de baan gegaan. Zal het misschien wel nog goed zijn? Hopen dat hij straks de derde man terug kan keren. De laatste ronde. En nu kun je goed zien waarom de startopstelling elke maand veranderd wordt. En dat er over drie maandjes een uitslag uitkomt wat de startopstelling wordt voor de finale. Vorig jaar is hij erbij geweest, zie je de band loopt. Tweede, Dinkdorf. Zo dit was het alles om in de eerste marge, dus dat kan wel lopen weer worden straks bij de derde marge. En dan speelt de hoogte dus met nummer 52, Mark Gibson uit de Reizen. Gevolgd door.